Goedendag, dit is het antwoordapparaat van Michael. Spreek iets in, naar de piep. Hey pap. Alles is bijna voorbij. Ik weet het zeker. De nachtmerries, de onwetendheid. Allemaal voorbij. Alles komt nu weer goed, ik weet het zeker. Ik hou van je, pap. Maat, hoe gaat het, man? Ik heb nieuws. Mike. Nee, dit keer is het anders. Dit is echt een doorbraak. Ik weet wie het is. Serieus? Serieus. Mohammed had ik vorige week afgekruist. Dus het moest Jason of David zijn. Maar nu weet ik het zeker. Het is David. Hoe weet je dat zo zeker? Ik ben gisteren naar de voetbalclub gegaan. Daar heb ik ingebroken op het kantoor van de directie. Daar heb ik deze papieren gevonden. Op deze papieren staan precies wie er allemaal aanwezig waren. En guess what? Jason was aanwezig op het kamp. Hij kon helemaal niet in de stad zijn op 17 augustus. Oké. Dus dat betekent dat het Jason dus niet geweest kan zijn. En we hebben nog te weinig bewijs voor David om naar de politie te gaan. Te weinig bewijs? We hebben 2 straten verderop op de camerabeelden gezien. Hij heeft geen alibi. Hij heeft een strafblad. Het is die fucking David. Ja, maar dat weten we niet 100% zeker. Mike. Jezus, Mike. Doe even normaal. Jongen, wat de fuck bezielt jou? De politie doet al 2 jaar lang niks. Denk je nou echt dat ze nu wel wat gaan doen? En dan? Ga je die David net zo behandelen als hoe je die jongen in elkaar hebt getrapt? Omdat je dacht dat hij het was. Ik snap het. Nee, Vincent! Je snapt het niet! Die fucker heeft mijn vader vermoord! Jezus man, doe even rustig. Wat moet je? 17 augustus 2018. Hè, wat? Waar had je het geld voor nodig? Welk geld? 17 augustus 2018. Vrijdagavond. Je had waarschijnlijk ergens snel geld voor nodig. Waarvoor? Ik weet echt niet waar je het over hebt, man. Echt niet. Pak alles wat je wil, ja, maar doe alsjeblieft even rustig met het wapen, oké? Okay? Oh nee, ik kom je niet voor geld. Ik wil dat je het herinnert. 17 augustus 2018. Wat de fuck is er dan met die avond? Breestraat, achter de biep in de steeg. Wat deed je op 17 augustus 2018? Ik kon niet anders. Wat deed je? Ik heb hem neergestoken. Hoe vaak? 6, 7 9 keer! Die man is 2 uur later overleden. Alsjeblieft, laat het me uitleggen, ja? Alsjeblieft. Die man is dood nu! Die man was mijn vader! Je
Vader? Ja, mijn vader! Ik ben al 3 jaar lang naar jou op zoek. Ik dacht ook dat het zou helpen. Helpen? Wraak? Je gaat ervoor boeten! Je geld, je spullen, het boeit me helemaal niks! En wellicht was 2 jaar geleden het feit dat je op de grond lag te liggen janken genoeg voor me geweest. Maar voor jou helaas niet meer. Goedendag, dit is het antwoordapparaat van Michael. Spreek iets in, naar de piep. Hey pap. Alles is bijna voorbij. Ik weet het zeker. De nachtmerries, de onwetendheid, allemaal voorbij. Alles komt nu weer goed, ik weet het zeker. Ik hou van je pap.